Voilà, beste mensen. Voor iemand die in Nederland het openbaar vervoer moet gebruiken, zijn de tarieven nu in 2018, dus ik spreek nu van oktober 2018, dus een busrit van 15 minuten, 2,5 euro, reizen iets langer, dan kost het 8 euro per ticket. En voor een reis van tot 90 minuten, 12 euro. Voilà, en voor wie goedkoper wil reizen in Nederland, moet dus zo'n overshipkaart aanschaffen. Dat kost 8 euro. Je kan dat bijvoorbeeld kopen bij de Albert Heijn. Dus met zo'n kaart reis je iets goedkoper dan de losse ticketten, maar het kost nog altijd tot wel 75% duurder dan in België. Dus om even te vergelijken, dus stel dat hij even van Sint-Niklaas naar Nederland moet reizen, naar Hulst, met de lijn, dan kost je dat heen en terug 3,2 euro. Dus dat is drie kwartier heen, laten we zeggen drie kwartier terug. Doe je dezelfde traject met Connexion, dus op een andere lijn ook 45 minuten, dan betaal je maar liefst 16 euro en in bepaalde gevallen met korting 12 euro heen en terug. Dus je reis kost vaak tot 70-80% duurder dan met de lijn. Voilà, hier is die, dus de lijnkaart. Met de lijnkaart betaal je per uur 1,60 euro. Dus het is ook zo, als je in Nederland komt, moet je dus zo'n kaart aanschaffen. Dat kost 8 euro. Maar op die kaart staat er nog geen saldo om te reizen. Dus die 8 euro ben je al kwijt. Je moet er nog saldo opzetten. Je moet er gemakkelijk al 20 euro opzetten. Op zo'n oplaadpunt, bijvoorbeeld bij Albert Heijn. En dan pas kan je reizen. Dus je bent bij wijze van spreken al een dertigtal euro kwijt om ergens naartoe te kunnen gaan. Terwijl ook niet te vergeten, je reis gemakkelijk heen en terug 10 euro kan kosten naar een bepaalde locatie. Zelf al wil je even korte ritten maken, ben je in België, moet je dus zo'n lijnkaart aanschaffen. Die kaart, ja, dat kost je 0 euro, je betaalt enkel voor de ritten. Dus 16 euro voor 10 ritten. Dus je ziet, voor wie dat heel belangrijk is, met deze kaart kan je bij wijze van spreken voor 16 euro een volledige week heen en terug reizen in heel België. Met dit hier betaal je volledig blauw. Hier ben je vlug aan een vijftigtal euro per week voor bussen die vaak na 18 uur niet rijden, die niet rijden in het weekend, en ook af en toe bussen die niet afkomen. Nee, ook niet te vergeten, hier is er vaak maar een bus per uur, of in sommige gevallen twee per uur. In Zeeuws-Vlaanderen, met de lijn, nee, iedereen weet het, je hebt toch vaak drie bussen per uur. En zelf naar Nederland komen er bussen en betaal je slechts 1,6 euro om bijvoorbeeld van Nederland naar België te reizen. Dat is het grote verschil. Zie je dus, de reizigers worden volledig financieel uitgezogen hier in Zeeuws-Vlaanderen.
En dat heeft wel grote gevolgen. Ik zeg, iedereen die afhangt van het openbaar vervoer, de studenten, mensen die werken in België, die sporadisch moeten gaan naar België, voor afspraken zoals ik zelf. Ik moet af en toe keer naar iemand gaan voor zijn websites of publiciteit in orde te brengen enzovoort. Het maakt toch wel heel moeilijk hier in Nederland. Zeg, ze zuigen de mensen echt uit. Als je €200 per maand moet betalen per persoon, dan is dat geen openbaar vervoer niet meer. Dat is gewoon een gierige politiek, zou ik zelf durven zeggen. Het is ongelooflijk. Dus je ziet de overshipkaart. Het is echt uitbuiten van de pendelaars voor het openbaar vervoer. Ten opzichte van de lijn, dat je toch wel een sociale maatschappij mag noemen. Als je ziet de tarieven, de mogelijkheden, de prijzen, er zijn zelf kortingen voor mensen die minder inkomsten hebben. Er zijn kortingen voor de kinderen, voor de ouderen, er is van alles. Dus de politiek in Nederland van het openbaar vervoer moet dringend veranderen. Zo kan dat niet, dat wij volledig financieel uitgebuit worden door zo'n dergelijke tarieven. Dienstverlening dat er niet is na 18 uur in het weekend. Nee, dat is absoluut niet aanvaardbaar. Voilà, en dan is er nog een derde kaart bijgekomen. Wat ik zeg, voor wie na 18 uur aankomt in Hulst of andere regio's hier van Zeeuws-Vlaanderen, heeft vaak geen bus niet meer. Dus wat hebben ze uitgevonden? Hier nog een extra kaart om de taxi te nemen. Dus de benaming is de halte taxi. Dat is een taxi dat je 90 minuten vooraf moet bestellen. Dus bestel je de taxi om 6 uur. Omdat je de bus gemist hebt, dan komt de taxi maar om 8 uur. Dus die taxi moet extra betaald worden op je ticketten hier of je busreis, dat zit daar niet in begrepen. En ook nog erbij, als je dus zo'n taxi bestelt, moet je betalen per persoon. Dus stel die taxi komt daar volledig leeg, je bent met 2 personen, dan moet je 2 keer betalen voor de taxi. Die ritten zijn wel een zwaar kleine tarieven, maar ze moeten betaald worden als extra op de prijs bijvoorbeeld van de bus. Of ook mensen die een abonnement hebben, moeten dus gewoon opnieuw betalen. Dus ik kan je voorstellen, het is niet alleen maar super duur om de bus te nemen, maar ook 's avonds zit je nog met de problemen dat je niet gewoon naar huis kan. Je moet alles goed berekenen. Hoe laat bel ik de haltetaxi op? Hoe laat komt mijn bus aan? Geeft de bus 5 minuten vertraging? Oké, maar ben jij 5 minuten te laat, dan moet je 2 uur wachten op de haltetaxi, want die komt niet onmiddellijk. Voilà, dat is het overzicht van het openbaar vervoer hier momenteel. In Zeeuws-Vlaanderen en ook op vele plaatsen in Nederland wordt het steeds duurder, onbetaalbaar en kan de pendelaar niet meer weg, niet meer naar zijn studies, naar zijn werk. Of je moet je gewoon blauw betalen.